Lanting, het is vandaag een speciale avond voor de club om lekker op te peppen. Hoe heb je getraind? Ja, we hebben een goede trainingsweek achter de rug. We hebben de boel op scherp gezet na AFC 34. Ik ben zeer tevreden over de trainingsweek en dat we hem zo af kunnen sluiten is mooi. Hoe voelt zo'n avond voor jullie als spelers hier in de kantine? Nou ja, kijk, het getuigt van veel vertrouwen. Hè. We hebben natuurlijk zaterdag een wat mindere wedstrijd neergezet met een blamerend resultaat. En dat dan even goed nog zo'n avond wordt georganiseerd om ons weer te steunen naar Katwijk toe is fantastisch. Wat verwacht jij zelf van je eigen in de wedstrijd tegen Katwijk? Nou ja, is alles of niets. Zo'n wedstrijd kan je de marge gaan verkleinen richting de eerste plek. En dat telt mee één ding, gewoon winst. Na Katwijk meteen uit naar GV, daarna thuis tegen HC. Dat is de serie waar je eigenlijk moet laten zien dat je waardig bent voor het kampioenschap. Hoe kijk jij daarnaar? Heb je er vertrouwen in? Nou, ik denk dat die serie langer is. Ik denk dat die nog tot het einde van het seizoen is. En ik denk dat wij wedstrijd voor wedstrijd moeten gaan bekijken. Ik denk dat we zaterdag eens eerst moeten oppakken. GV uit is een hele lastige wedstrijd. Dat is gebleken elk jaar weer. Dus ik wil eerst zaterdag winnen en dan kunnen we na volgende week wel weer gaan focussen op GV. Als jij nu zelf mag kiezen op voorhand, een 4-0 overwinning of een 4-3 overwinning? Nee, dan ga ik absoluut voor een 4-0 overwinning. Het is wel een keertje lekker voor ons ook om op die manier de wedstrijd uit te voeren, maar dat gaat hem niet worden denk ik. Wat verwacht jij dat het pijnpunt van Katwijk is? Waar kunnen wij hun pijn doen? Nou ja, ik denk dat wij individueel heel veel kwaliteiten hebben om Katwijk pijn te gaan doen. Ze hebben wel een hele goede ploeg, alleen ik denk dat wij individueel wat sterkere spelers hebben en daarin het verschil kunnen maken, mits wij gewoon het niveau halen wat we behoren te halen. Bedankt en succes zaterdag. Ja, jullie ook bedankt. Persoonlijke situatie. Hoe voel jij je op dit moment fysiek? Ja, nog niet 100% helaas. Ik heb 2 weken geleden gespeeld tegen Sneek. Dat ging redelijk goed. Alleen de dinsdag daarna ging het weer een stuk minder. Afgelopen zaterdag een half uur kunnen spelen. Ging ook niet helemaal fantastisch. En eigenlijk vandaag voor het eerst weer redelijk goed kunnen trainen. Dus morgen kijken hoe de reactie is en dan richting zaterdag even afwachten. Mentaal? Ja, mentaal gaat het op zich wel goed. Ik heb er gewoon veel zin in. Dat is gewoon het belangrijkste denk ik met voetbal, dat je lekker plezier hebt. Vandaag lekker getraind en zo'n wedstrijd als tegen Katwijk is gewoon een mooie pot. Dus ik heb er heel veel zin in. Hoe heb jij de periode vanaf de bank beleefd? Hè? Die ups en downs die Spakenburg een beetje mee heeft gemaakt? Ja, heel lastig. Je wil je team helpen en ik wil gewoon lekker spelen zelf. En vanaf de tribune vind ik het sowieso altijd lastig om zo goed spelen of slecht spelen. Maar als het iets minder gaat, dan wil je extra graag op het veld staan. En ik moet zeggen dat het ook wel een goede wedstrijden zijn geweest. Tegen Kozakken Boys heb ik genoten. En ook wat mindere wedstrijden, ja, dat zit er ook wel eens tussen. Hoe voelt dit zo'n avond voor jullie en voor ons ook natuurlijk, maar vooral voor jullie? Ja, op donderdagavond vind ik sowieso lekker om even de kantine in te gaan, dus vind ik altijd gezellig. En hoe drukker het is, hoe leuker het is. Voetbalwedstrijdje op het scherm, lekker visje, lekker wat drinken, dat is prima. Ja. Wat verwacht je van zaterdag? Ik verwacht een spannende wedstrijd. Ik denk dat zij gewoon een hele goede ploeg hebben. Ze missen wel wat jongens. Dat is in ons voordeel, denk ik. En ik denk dat als wij kunnen brengen wat we willen brengen, dan gaan we winnen, denk ik. Bedankt. Dankjewel. Hey! Visje! Ja, lekker visje, ja!